Commissaris Rondebord in Bel, we zien jou heel vaak aan de bel trekken. Hoe vaak doe je dat in zo'n weekend ongeveer? Als je dat bijvoorbeeld de Europese kampioenschappen van afgelopen oktober in ogenschouw neemt, dan heb ik zo'n 360 keer gebeld voor tussensprints en laatste ronde. Ja, want wat is jouw taak? Want ik denk dat je heel goed moet opletten. Ja, het is een pure concentratiebaan eigenlijk die je hebt. Op het moment dat je de wedstrijd uit het oog verliest en je gaat fouten maken, dan zijn de renners daar zich heel goed van bewust en de ploegleiding. En zelfs het publiek begint zich dan te roeren. Ja, dus goed opletten. Maar ik kan me voorstellen, verschilt dat per wedstrijd, dat de ene makkelijker is dan de andere? Ja, de makkelijkere wedstrijden, dat zijn de individuele wedstrijden uiteraard. En ploegenachtervolgingen, waarbij alles toch heel overzichtelijk is. De wat lastige wedstrijden, dat zijn de pelotonswedstrijden. Zoals een puntenkoers, waar rondes ingehaald worden. En ja, de topper, dat blijft dus de ploegen of de aflossingswedstrijden. Ja. Want hoe zorg jij ervoor dat je de goede mannen in de gaten houdt? Want dan moet je natuurlijk wel op bepaald oog voor hebben. Ja, in de eerste plaats let je zelf uiteraard heel goed op vanaf het begin van de koers wie er aan kop rijdt. En dan blijf je zo goed mogelijk volgen. Daarnaast kun je zelf als hulpmiddel gebruiken door de koploper steeds aan te wijzen. En de collega's op de baan, zoals de starter, die wijst ook vaak aan. En in het geval van dit kampioenschap hebben we nog een speciale persoon op een verhoog op het middenterrein staan. Met hele mooie opvallende kleding aan die de koploper blijft aanwijzen. Maar daar let ik verder zelf niet op. Maar je raakt ze dus eigenlijk nooit uit het oog? Nee, ik raak ze niet uit het oog. Want fouten maken, dat is absoluut voor mezelf ontoelaatbaar. Ja. Wanneer is zo'n NK voor jou als jurylid dan geslaagd? Want dat is toch anders dan bij een renner? Ja, als het geslaagd is, in de eerste plaats foutloos. Dat je foutloos blijft. En daarnaast, wat breder gezien voor het jurykorps, is dat je zo onopvallend mogelijk bezig bent, maar dat alles perfect verloopt.